Biertje. What up? Het is weer eens tijd voor een biertje van de molen. Maar voordat we in dit bier duiken, wat in collaboration met de HEMA gebrouwen is, wil ik eventjes kort de box van Borefs belichten. Mocht je nou zin hebben in een Barbie & Ken biertje of een van de andere 11 Borefs biertjes, duik dan naar de webshop van de molen om daar de Borefs halve adventkalender te kopen. Heb je 12 biertjes in uiteenlopende stijlen van Weizens tot ik meen Stouts. En kun je laten verrassen zonder dat je op Borefs bent geweest. Hier hebben we een special te pakken die dan weer niet op Borefs was. Volgens mij ook niet in de molen webshop te koop is. Maar wel gewoon bij HEMA. En ik moet zeggen, ik weet dat de molen met haar gouds en gevaarlijk was het geloof ik, een hele dikke stout met deze adjuncts kan brouwen. Barley wine. Dat was een barley wine. Of deze dat daaraan gaat dippen, ik weet het nog niet, maar ik ben wel erg hoopvol. Wat voor adjuncts hebben we dan over Dennis? Cinnamon en bourbon. Bourbon vanille. Maar wat maakt dat dan voor smaaksensatie als het goed is? Stroopwafel. In ieder geval, ze noemen het een strong stroopwafel ale. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo als ik naar de fles al kijk. Ja, een ale natuurlijk. Ale is gewoon heel doorzichtig. Ben benieuwd. Zeg maar in. Ik denk dat hij gewoon pilskleur is. Ik denk wel tegen dat. Lijkt wel een beetje op een kanon. Oeh, nou denk dat ik te veel heb. Ik vind hem toch wel amber. Beetje rood. Hij schenkt gelig. Ja, hij trekt daarna. Eindigt. Neusje? Er hangt al genoeg zoetigheid hier. Blijf wel te dan aan het fles hangen. Dat stemt mij hoopvol. Neusje? In de neus zou het voor mij een barley wine kunnen zijn. Ja. Dat doet de accentjes, een beetje stroperig. En dan maakt die stroop af en toe. Nou ja, maar stroperig, meer dan, ik had de twijfels tussen caramel en echt, gewoon een beetje appelstroopachtige vibes. Maar de kaneel? Ik heb geen zin hier een stroopwafel vibe bij. Nee. Kaneel ook niet. Van de brouwerij De Molen en de HEMA. De stroop en wafel, een strong ale. Proost. Nou komt die kaneel wel wat boven voor mij. Ja. Qua smaak is hij wel complex. Ja, maar stroopwafel? Nee. Voor mij geen moment. Nee. Voor mij een wat zoete barley white dan wel quadruple. Waarbij ik persoonlijk meer naar quadruple neig. Omdat, om een of andere reden, ik dat meer associeer met een beetje scherpe kruidenaccenten, zeg maar. En die heb ik hier waarschijnlijk door de kaneel. Ja, als je een beetje karamelachtig, ijsachtig iets. Kaneelijs een beetje. Ja, ik heb toevallig vandaag kaneelijs op, dus vandaag had ik ook een beetje daaraan. Die kant denk, op, hè? Wel ook echt dat zoete. Ja. Maar dat zoete wel, till the extent dat het ook neigt naar. Een beetje een alcoholzoetje, vind ik. Ik vind het wel lekker. Ik vind het absoluut een lekkere quadruple. Ja. Begrijp me niet verkeerd, maar weet je, met dit soort dingen, als het er zo duidelijk op staat, dan wil ik ook dat het daar in de buurt komt. En voor mij is het gewoon een hele lekkere, wat scherpe en een kleine boost quadruple, maar absoluut geen moment dat ik denk, ja, ik heb hier iets stroopwafeligs in. Want ik associeer persoonlijk een stroopwafel ook eigenlijk nooit naar kaneel. Nee, sowieso niet. Daarom dacht ik ook eens, hey, ik las een beetje en wat ik cinnamon. Ik denk, hey, dat is dingen, dat is een beetje oma's appeltaart. Ja. Maar er zit ook een heleboel suiker in. Als in, qua ingrediënten, water, barley malt, sugar, bourbon, vanille, cinnamon, hops en gist. Dus het gewoon echt gewoon suiker toegevoegd. Ja, kan gewoon botelsuiker zijn. Maar
Ja, maar dan nog, dan zie ik op heel weinig biertjes staan. Maar natuurlijk ja, maar het, is ook, het hoeft ook niet vermeld te worden, want het is geen allergeen. Dus heel veel bieren willen er ook niet mee geassocieerd worden, dus vermeld het niet. Nou, ik vind het een leuke quadruple met een vleugje kaneel. Nou, en dat is vooral het vernukkertje. Kijk, heel vaak van die dingen, Oreo stouts, bastonje koekstout, bieren. Ja. Ik heb het allemaal op en heel vaak wordt het niet waargemaakt. Ze pakken en, een paar ingrediënten ja, van. Ja, maar omdat, kijk, uiteindelijk heel veel van dat spul vergist ook. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld ook nog een box staan met van die schuimblokken erin. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, maar ik denk gewoon dat het vergist is. Ja. Maar het vernucratieve hier is dat ik weet dat de molen het kan. Ik heb boven nog een fles staan en ik ben bang dat hij inmiddels langzaam aan stuk kan gaan. Dus ik wou hem eigenlijk vergelijken. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb, want het is gewoon appels met peren vergelijken. Ja, maar dat is, een, maar dat is een stout. Nee, barley wine. Barley wine, oké. Ik wou zeggen, want een stout die kan natuurlijk wel iets meer op de... Ja, maar dan nog verwacht ik in ieder geval dat het de accenten wel meeneemt. Dat je in ieder geval, al is het maar een zweempje van stroopwafel, maar ik heb hier geen moment het idee gehad, oh ja, stroopwafel. Eerder nog pepernoot dan stroopwafel. Bewijzen van. Ja, ik weet welke kant je op wil. En ik zeg wel, dat doet niks ten nadele van het bier, want het is gewoon, ik vind het een lekkere, iets wat kruidige quadruple. Je kunt gewoon op zich, als ik de bierstijl niet ken, weet, is het een lekker bier. Op zichzelf staan is het een prima bier, ja. Maar als je de naam weet, dan verwacht je meer. Althans, ik. Ja, ja nee. Als dit gewoon het verwachtingspatroon wat en druppel gegeten had, subliem. Niks aan het handje, 4 sterretjes. Maar het heet stroop en wafel, dan verwacht ik een slagje meer van dit. Als er nou die wafel niet achter staan, dat gewoon stroop had gestaan. Had je gewoon kunnen raken? Ja, maar stroopwafel. Nee, met stroop en wafel associeer je, of in ieder geval wek je het idee dat het stroopwafel accenten heeft. Dat we, blijft voor mij. Kijk, we hebben toen daar ook ons bier op, ook van de HEMA. Mm-hmm. Dat was samen met? Van de Streek. Van de Streek. Daar zat echt daar ook rokerige. Dit is met al dat bezinksel inmiddels trouwens. Daar zat echt dat rokerige. Ook niet. Nee, daar zat echt een rokerig karakter aan. Dus ja. Wat dan weer een karakter is van rookworst. Ja. Maar hier heb je, ja, je hebt een beetje een stroopkarakter. Een beetje een zoetje. Ja. Maar het is te dun om hier aan op te mogen. Desalniettemin een lekker bier. Ja. Maar dat niet zeker. Nee. Het label waarmakend. Daarmee heb ik voor dit bier gezegd wat ik wilde zeggen. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Dit was hem. Aito, bedankt voor het kijken. Koop zeker even het Borrefboekje als je nog op zoek bent naar een half adventkalender. En voor nu zou ik zeggen, hopelijk tot een volgende video. Proost. Heerlijk. Wat? In sync. Ja, maar jij laat er ook altijd in zitten. Ja, dat wist jij nog. Tot. Totdat ik gewoon even de laatste 5 minuten hier heb gekeken. Ja, dan slaap je er meestal op.